aankomen zijn we terug in Nederland. Het weertje is veranderd van de zon naar, nou, niet meer sneeuw nu, maar hè, het is nog aardig koud. Hoe waren de dagen in Estepona voor jullie? Nou ja, het was wat je zegt. Het verschil was, was behoorlijk groot qua weer. Het was daar lekker warm. We zaten aan zee. De velden waren goed. Het eten was goed. Dus ja, was prima. Wat merk je in zo'n week? Dat er iets veranderd kan worden in het team? Of dat je juist wat meer kan doen met elkaar? Of? Nou ja, we hebben gewoon goed kunnen trainen, hard kunnen trainen. En je zit toch een hele week met elkaar op je lip, zeg maar. En hebben we veel over voetbal kunnen praten. En de boel neer kunnen zetten hoe we denken dat we in de tweede seizoenshelft het moeten gaan doen. Hoe praat je dan nog terug op de eerste seizoenshelft? Blik je terug op de slechte wedstrijden juist? Of pak je juist de goede wedstrijden eruit? Ja, tuurlijk. Je neemt wel dingen mee wat beter moet. En wat ook wat we goed gedaan hebben. Maar we zijn vooral bezig met de tweede seizoenshelft, de toekomst. En dan hopen we dat we voor handhaving kunnen gaan. Dan heb je gelijk een spannende pot eigenlijk wel hier. PSV krijg je gelijk op de eerste wedstrijddag weer. En dan heb je daarvoor nog Feyenoord hier gehad. Merk je ook dat die wedstrijd, dat je daar wat kan uithalen? Want daar heb je wel gewoon een goed spel op de mat gelegd. Ja, nou ja, goed. Laten we duidelijk zijn dat PSV en Ajax in principe in deze competitie wel verder bovenuit steken. Dus een resultaat zal heel lastig worden, zo eerlijk moet je ook zijn. Maar goed, ja, we spelen thuis en het is de eerste wedstrijd weer van het tweede seizoen zelf. En we moeten gewoon onze huid zo duur mogelijk verkopen. En wij verloren hier thuis ook van Odin. Dus er kan van alles gebeuren, het blijft voetballen en we hebben best kwaliteit. Dus we moeten hopen dat hun een wat mindere dag hebben. En als wij een goede dag hebben, ja, dan zit er altijd wat in. En die thuiswedstrijd daar bij hun tegen PSV, die verlies je met 6-0. Ja, dat was natuurlijk een domper eerste klas. Maar ook daar had je wel het gevoel dat je mee kon. Misschien in het begin, tuurlijk, het is een kwaliteitsverschil. Maar je kreeg wel het gevoel, misschien ook door hun, dat je mee kon voetballen. Ja, blijft dat in je achterhoofd zitten? Of, dat was eigenlijk juist een beetje het probleem. Wij dachten dat het allemaal wel lekker ging. En binnen no time was het 3-0. Dus je weet dat zo'n ploeg is het ook een beetje. Hè? Ze laten hier zelfs ons wel een beetje aan de bal. Maar in de omschakeling zijn ze dan wel dodelijk. Dus we gaan zien hoe het zondag zal lopen. Vind je het prettig om gelijk PSV hier te krijgen op de eerste speeldag weer? Ja, je moet, weet je wat het is? Je moet alle 17 moet je tegen ze spelen. En of dat nou uit of thuis is. Ik bedoel, zo werkt het nou eenmaal. En je kan wel zeggen, ja, een moeilijk programma. Ja, misschien wel fijn om hun eerst te krijgen nu. Dan heb je die misschien gehad. Ja, nou ja, zo zijn er zoveel redenaties. Maar ik denk, we moeten allemaal een keer tegen elkaar spelen. Dus PSV is de eerste. Hoop op sneeuw misschien zondag? Nou, zou dat kunnen veranderen? Nou ja, het is kunstgras, hè? Dus dan neem ik aan dat het er vanaf gehaald wordt. Maar een beetje kou en een beetje gladheid. En een beetje kunstgras voor hun is natuurlijk ook niet altijd fijn. Nou ja, je hoort wel eens jongens bij topclubs die er regelmatig over klagen. Nou ja, dat snap ik ook wel weer. Maar goed, we hebben er wel mee te maken. Dus we gaan het gewoon zo lastig mogelijk maken.